lijf. Rapport. Flink. Flink. Ja, bravo hoor. Goed zo. Goed. Flink! Goeie vent hoor. Apport. Flink! Ja! Flinke man hoor. Oh, wat weer het hoor, knapperd. Goeiedag hoor. Schitterend. Eén bal. Goed zo, manneke. Flinke vent. Schitterend. Ja, mooi. Ja, mooi. Dit is een standaard oefeningetje geworden voor Duggan en voor mij. Maar om dit oefeningetje met elkaar te kunnen doen, zijn er allerlei verschillende vaardigheden nodig. En dat zijn er nogal wat. Contact met mijn hond. Dat hij mij in de gaten heeft, dat ik hem in de gaten heb. Dat we samen wat willen gaan doen. Kunnen blijven zitten, kunnen blijven stilstaan. Hij mag zitten of hij mag staan. Dat mag hij eigenlijk zelf beslissen op het moment dat we bezig zijn. Blijven zitten, blijven staan terwijl ik een stukje van hem wegloop om de dummies weg te leggen. Wachten tot ik terug naast hem ben. Wachten totdat ik aangeef dat hij gaat apporteren. Dat zeg ik of ik wijs met een van mijn handen. Ik geef een richting aan. Dan liggen er daar vier dummies tegelijk. En dan is het niet zo heel handig als hij die alle vier tegelijk wil gaan pakken. Of twee tegelijk. Ik vind het ook niet zo heel plezierig als hij bijvoorbeeld gaat wisselen. Dat is een trainingsdoel geweest van mij. Is het erg als een hond wisselt? Dat denk ik niet. Ik vond het leuk om daar een doel van te maken dat hij niet wisselt. Dus hij wisselt geen dummies. De dummy die hij tegenkomt en die hij dan kan pakken, die pakt hij. En dan komt hij meteen terug en dan kan ik hem terugsturen voor de volgende. Verschillende handgebaren. Op het moment dat hij zo op mij afkomt en ik wijs met deze hand naar deze kant, draait hij aan deze kant in en kan ik de dummy hier aanpakken. Komt hij op me af en ik wijs naar deze kant, die heb ik nu niet gebruikt, dan draait hij aan deze kant in, kan ik hem hier aanpakken. Doe ik mijn handen zo of doe ik bijvoorbeeld even een stap naar achteren, dan is het eigenlijk automatisch dat hij voor me in komt rennen en dat hij met zijn hoofd naar mij toe blijft staan of zitten en kan ik de dummy aanpakken. Dat heb je nu eigenlijk allemaal gezien. Je zag ook dat ik op het moment dat hij frontaal op mij af komt rennen, dat ik naar de zijkant draai. Zodat hij op deze manier indraait en zo voor mij komt te zitten, dat ik hem naar de zijkanten kon gaan sturen. Dan komt er ook lekker wat actie en beweging in je oefening. En niet alleen maar steeds dat rechtdoor wegsturen of alleen maar steeds naar de zijkanten sturen. Vind ik zelf wat saai en eentonig. Ik denk dat dat voor mijn hond ook zo is. Plus dat ik puur voor mijn lol en voor de fun en voor ons plezier zijn wij bezig met apporteren. Er zijn eigenlijk voor mij geen strakke regels die ergens staan omschreven hoe dat nou per se zou moeten tussen ons. Omdat wij niet bezig zijn met bijvoorbeeld proeven of wedstrijden of dat wij hier punten voor krijgen of zo. Dus we zijn gewoon lekker voor onszelf bezig. Dus daar mag je lekker zelf veel in bepalen. Dat is altijd wel een hele geruststelling. En dat zie je hier eigenlijk ook gebeuren. Je zag hem ook bij de laatste keer dat hij dus naast mij indraait. Voordat ik hem weer wegstuur en zelfs nog een stopfluit ga geven tussendoor. Dat hij ook eventjes hier al naar de zijkant danst. Want het duurde gewoon veel te lang voor ik die dummies ook achterin die zak had.
En dan gaat hij ook alvast even kijken en anticiperen op van, goh, gebeurt er misschien wat anders, wat gaat er gebeuren? Dat is voor mij ook echt allemaal prima. Daar hou ik wel van, een stukje eigen regie van de hond. Ondertussen blijft hij wel gewoon bij mij in de buurt en gebeurt daar helemaal niks wat niet oké zou zijn of wat niet handig zou zijn of waar ik gefrustreerd of geïrriteerd over zou moeten gaan raken of moeten gaan doen. Totaal niet. Dit ook. Hij heeft zijn bal gekregen. Ik heb verder helemaal niks gezegd. Hij mag eigenlijk doen en laten wat hij wil. Hij zou mogen gaan zwemmen. Hij zou hier op het land mogen gaan kijken. Hij mag gaan struinen. Maar dat doet hij niet. Dit is een hond die het zo plezierig vindt om dan alsnog bij mij in de buurt te zijn. Ik ga hem nu niet lastigvallen met dat ik hem ga aaien, dat ik hem ga kroelen en knuffelen. Hij vindt dit verder gewoon prima. Als ik hem nu ga aaien, gaat hij heel wild en druk bewegen. Dat hoeft voor hem niet. Dat hij die bal nu in zijn bek kan houden, dat hij wat uit kan hijgen, is voor hem, naar mijn idee, voldoende. En ik kan zo meteen ook gewoon weer een andere opdracht met hem doen. Dus dit, voor ons, een standaard oefeningetje eigenlijk geworden. Maar er gaat behoorlijk wat training en oefening aan vooraf. En goed nadenken over de stapjes en over een opbouw. Voordat je dat allemaal met elkaar kan combineren. Dat zowel jij als de hond daar comfortabel in zijn. Want dat is uitermate belangrijk, dat je ontspannen met je hond deze oefening kan doen. Succes!